In deze video is te zien hoe ik een potje trios win met 42 teamkills, terwijl ik live met kijkers aan het spelen was. Ik heb speciaal voor jullie de highlights in een video gezet en ik hoop dat jullie het leuk vinden. We landen op mijn favoriete plek waar we een medaillon en een speciale shotgun kunnen vinden. In dit potje was het een beetje hectisch, want er kwamen veel vijanden mee en er lopen veel bots rond. Het gevecht met de bots duurde wat langer omdat ik niet zo goed de loot had en omdat ik helemaal alleen was. Uiteindelijk bleef alleen de bos over, waardoor ik nu al mijn kogels op de bos kon schieten. Dit zorgde ervoor dat ik hem snel kon verslaan om vervolgens het medaillon en de shotgun op te pakken. Zoals je kunt zien had ik hier wat moeite mee en kwam er in de verte al een nieuwe vijand aanrennen. Gelukkig lukte het net op tijd en kon ik hem snel uitschakelen. Nadat ik gereload had wilde ik hem gaan finishen, maar toen bleek dat zijn teammate er ook nog was. In de tussentijd was hij begonnen met reviven waardoor ik hem makkelijk kon killen. Toen we onze eigen teammate wilden rebooten bleek dat er al iemand bij de reboot van zat die we met z'n tweeën konden verrassen. Helaas lukte het hem nog wel om zijn teammate te rebooten, maar ook hem konden we snel te pakken krijgen waardoor we vroeg in de game al 9 kills hadden als team. De rest van de kills heb ik achter elkaar geplakt in deze video, dus relax en geniet van de gameplay. Zoals jullie konden zien hadden we 42 kills als team, waarvan ik er 22 gemaakt heb, met 4 assisten. We zijn elke woensdag live om 7 uur 's avonds en spelen ook regelmatig tussendoor met kijkers. Houd ons kanaal goed in de gaten, dan kan ook jij binnenkort meespelen in een van onze livestreams.